Hey ouwe lamlul, stap eens in, joh. Stap in, Gerard. Maar wie is deze auto? Ik heb goed nieuws. Wat is er? Doe je deur dicht, Willem. Willem, doe je deur dicht. Willem. 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 Deur dicht. Ik doe het wel. Thanks, Gerard. Sorry, Willem met een zwakke arm. Oh mijn god. Oh. Wat doe je? Nu staan alle deuren open. Stap nou in. Gerry. Willem wordt gebeld. Momentje. Oh mijn god, Willem, en dan stap jij weer uit. Oh, hoe is het, Gerard? Ja, ik heb net iemand verkocht aan Willem. Je hebt net iemand verkocht aan Willem? Ja, voor 5 euro. Voor 5? Wie heb je verkocht aan Willem? Ja, gewoon een persoon die ik op straat heb genomen. Gevonden. Genomen? En ik heb het meegenomen. Ja. Nou, Gerard, jij doet al rare zaakjes tegenwoordig, hè? En dat doe je achterdocht over mij. Lul. Wat is het hier? Maak je toch een lul, zeg. Oh, als ik hem ooit tegenkom, jongen, ik snijd ze haar eraf. Alles. Ik scheer hem kaal. Scheren. Oh, hij is weg. Nee, dat hoorde ik. Waar is Willem nou heen? Die zocht ik net ook al en in één keer was je er niet meer. Nu is hij weer weg, die Willem. Wil jij een mooie Audi RS7? Jij moet er vanaf voor zo te horen. Ja. Dat dacht ik al. Zou je deze willen kopen? Hij is 125.000 in de Lauwman en ik zou hem voor 105 willen verkopen. Dus 20.000 korting. Ja, maar ik weet niet wat ik ervan vind. Ik zit twijfels. Hey, rustig. Ik heb er niks mee te maken. Gerard. Meer heb ik niet, hè? Hoeveel heeft hij gegeven? Een set. Oh, nou. Die had ik ook wel voor je, Gerard. Oh. Hey. Hey, Willem heeft net gepraat. Ja? Willem heeft denk ik precies hetzelfde doorgekregen als wat jij hebt gekregen. Ja, dat gok ik ook. Ja, alleen jouw was net iets anders. Ja. Ik wil je binnenkort even met jou over praten. Even een jog-sessie zetten. Binnenkort er even op onze conditie gaan denken. Want ik heb ook nieuwe schoenen gekocht. Dus ik wil samen even gaan joggen. Als dat leuk lijkt. Ja? Ja, graag. Nee, gaan we doen. Gaan we doen. Dat vind ik wel goed. Dan gaan we dan wel even joggen en samen even... Ik sta hier trouwens met Gerard en hij denkt dat ik hem niet zie. Maar hij loopt door de bosjes. Waar ben jij nu? Op een moment is Willem te vinden bij Grove Street. Wij komen aan jouw kant, oké? Okay? Willem! Doei! Stap in, Gerard. Stap in. Ja, ik heb het gehoord, hoor. Wat? Je gaat hardlopen. Ja, met Willem. Mag ik mee? Wil je mee hardlopen? Ja, ik heb een hele mooie outfit. Ja, dat wil ik doen. Geen challenge. Oh. Je moet even omkleden bij de kledingwinkel. Wanneer ga je dat doen? Of ga je dat nu doen? Gerard, rustig aan. We gaan nu hardlopen. Rustig aan. Adem in. Adem uit. Adem in. Adem uit. Adem in. Adem uit. Uit. Gerard, je doet gewoon dan. Last minute doe je. Hey, Willem! Ja, maar Willem heeft zijn eigen voertuig bij zich. Ja, skip Willem zijn eigen voertuig. Ja, Willem. Zo, skip Willem zijn eigen voertuig. Stap in, Willem. Die van ons is leuker, Willem. Gerard gaat deze overkopen, hè? Hij heeft beloofd. Nee. Hij zou mijn hart breken als hij ooit die belofte zou verbreken. Je bent echt een smurf. Een smurf? Zelfs een strontirritant. Gerard wil zeg maar met ons mee hardlopen. Ja, gezellig, hè? Om eventjes ter zake te komen. Ja. Ja, vertel. De smoothie business gaat goed. Ja. Echt? Heeft Willem je nu in de houtgreep plakken? Ja, ga weg, jongen. Zo! Dikke tonk op je kop, jongen. Tonk. Oh, kuk. Sorry. Oh, ja, nee. Ja. Mijn bril. Nu ben je uit het minuutje gekikt. Ja. Ah, op, jongen. Oh, kut. Ik haat jou volledig. Ik wil de hem slaan hier. Oh, zo. Je joekte me echt heel ziek. Doe nog een keer dan hier. Tonk, jongen. Doe dan. Zo. Ik haat je allemaal. Tonk. Oh, kut. Sorry, Gerard. Nee. Hoe kwam die überhaupt? Ja, wie was dat? Dat was ik. Doe dan. Maar ik wil jou slaan. Tonk. 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 Oh, nee. Nee! Gerard, alsjeblieft. Gerard, doe dan. Willem is letterlijk één slag weg van de dood. Tonk. Oké, okay, Willem is dood. Gerard, wat zie je eruit? Oh mijn god. Hè? Wat ga je opdoen op je hoofd? Ja, weet ik niet. Wat is een mooie sport? Ja, die eigenlijk wel, ja. Deze? Ja, dan kan je lekker drinken. Stay hydrated tijdens het rennen. Ben je helemaal ready, Gerard, voor joggen? Ik ben er helemaal klaar. Oh, wat zie je eruit? Ik heb wel zo'n gevoel dat mijn blikjes een beetje over datum zijn. Ze smaken echt goor. Ja, maar het zijn ook weer sierblikjes. Oh ja, ik zit te wachten dat jij hem opdoet. Want het is natuurlijk mijn auto. Maar is mijn outfit niet wat te koud voor de nacht? Ja, maar dit is nachtjoggen, Gerard. Kom echt wel goed. Je krijgt het lekker warm zo. Dat is mooi. En anders moet je Willem even knuffelen. Dan krijg je het ook weer warm. Oh ja, dat vind ik wel leuk, ja. Willem! Willem, jongen. Oh, Willem, jongen. Au. Oh,
Ik verloor echt. Oh! En dan deed hij de. Ja, hij. Oh, het lucht was uit mijn longen. Ja, klaplong erbij. Hé, hey, goedemorgen. Nee, oh. Oh, we zijn er al. We zijn er al, joh. Oh, mijn god, ik word gebeld. Je spreekt met Makkers, zo. Hoi, met Marie. Marie? Gerard heeft me net overvallen. Ja, ik wil graag mijn cent terug. Hoeveel heeft hij overvallen? Een cent. Okay. Een cent. Kom maar naar, ken je de garage onder Meesbank? Maar wij staan in ieder geval daar. Waar ik ook die cent nodig heb. Wij staan daar. Oké. Okay. Zolang ik mijn cent terugkrijg, ben ik wel blij. Komt helemaal goed. Wij staan daar met je cent. Ja. Joejoe. Hoezo? Ik heb gezegd dat we onder de Meesbank staan. Dus laten we nu weg gaan joggen. Ja, maar het is geen Meesbank. Nee, maar we gaan er niet heen, joh. Ben je gek? Jij gewoon een klootzak. Wat? Joggen. Je moet joggen, Gerard. Oh, kom nou. Letterlijk joggen. Joggen, Gerard. Oh, dat is echt... Daar ga ik. Lekker, Gerard. Hoe voelt het nou om zo te joggen? Hé, je hebt hier ook een skatepark. Ik wil even skaten. Kijk, let op, hè. Let op. Komt die Gerard? Au, fuck. Dit werkt niet goed voor je. Ah, oh, nee. Meen je dat? Ja, dit is niet voor mij. Nee, Gerard, zo werkt het niet. Zo werkt het niet. Kijk, komt-ie. Hey! Au. Je moet alles voor mij nemen. Oké, Gerard, komt goed. Ik ga over je heen. Au! Gerard! Yo, gaat het, Gerard? Oh, jezus. Gaat het? Op. Oh nee! Waar kom jij vandaan? Willem, wat doe je? Willem! Je makkers rijdt met zijn wielen over mijn hoofd. Ik rij over zo. Jullie moeten over mij niet op mijn. Oké, wacht, let op. Komt-ie. Willem, ga jij er ook liggen? Dan, je moet even plat op je rug liggen, Willem. En Gerard, dan ga ik over jullie heen. Ah! Jij ongelooflijk. Weer op Gerard. Ik wil maar één. Nou, Willem! Mijn bekentjes zijn leeg. Jompie. Hey, ik wil hier zo kunnen doen, zo. Wow! Oké, Willem, even de zaak over het smoothiebedrijf. Onze nieuwe leverancier, die wil dat wij onze grootste concurrent eigenlijk uit het spel brengen. Hoe heet dat bedrijf? De concurrent. Ja. Not So Natural. En wij te Natural. Ja, ze willen dus die leverancier dat wij onze concurrent eigenlijk uit het spel brengen. Door een soort van misschien de stagiaires een kant op te sturen, weet je. En informatie te halen. Heeft de leverancier tegen jou verteld wat voor informatie die wilt? Dit gaat wel heel de verkeerde kant op. Hoezo? Oh, ik word gebeld. Wacht even. Wat ben je allemaal in je schild van plan? In mijn schild van plan. Ja, dat is een nieuw spreekwoord. Dat ik in mijn schild van plan ben. Ja, ja. Wat ben ik in mijn schild van plan? Nou, ik ben op het moment met opa Gerard en opa Willem. Ben ik aan het joggen en aan het skaten. Oké, dan. Ja, we zijn letterlijk aan het skaten. Moest jij nog niet wat zeggen dan? Informatie over wat ik gedaan had. Ja. Nou, in principe, wacht, ik jog even verder in de tussentijd. Nou, even om het snel te zeggen. Ik heb met Renzo gepraat over van alles. En dan wil ik letterlijk heel snel met jou over gaan zitten. Met z'n tweeën, oké? Oké. Maar ik kan niet te veel praten. En vandaar dus dat het smoothiebedrijf... Hé, Gerard. Vandaar dus dat het smoothiebedrijf die concurrentie uit wil schakelen. Zoals dat en zo. Oké. Snap je? Ja, ik snap hem. Hij snapt het. Dus dat komt goed. Ik wou binnenkort op de hoogte over ons nieuwe aankoop met de winkel en zo. Dat komt helemaal goed en zo, toch? Dus jij stuurt mij zo een berichtje? Locatie? Of wordt dat een andere? Nee, ik kan je wel een berichtje locatie sturen zometeen. Oké. Hey, maar goed, Marcus, wat heeft de leverancier tegen jou gezegd, Willem? Marcus! Hey Willem, hoor jij ook poep? Maar op een moment zijn we nog niet het winnende team, zeg maar. Maar wanneer we de concurrentie uitschakelen, dan zijn we in staat de grootste. Wat moest jij hebben van de concurrent? Uitschakelen? Wat is daar nou voor tegen? Weer gebeld, jongen. Je spreekt met Marcus. Hey, Bart-Jan. Jan. Hey, Jan. Hoi, Jan. Hoe is het met jou? Ja, goed. Ik moet Gerard nog een keertje spreken. Ja, kom naar de parkeerplaats bij Pier, maar dan daarnaast. Autogarage. De autogarage bij de Pier. Okay? Ik snap. Luister, wij moeten praten, ja. Ik heb belangrijk nieuws. Is belangrijk. Gerard is hier. Over de Riddler. Over de Riddler, heb je belangrijk nieuws? Wat Michael. Nee, dat is niet waar. Ik moet gaan, ik kom eraan, ja. Oké, okay, ik zie je over 2 minuutjes. Twee? Is Bart-Jan Jan of Jan Bart-Jan? Ja. Ja. Nee, dat is, ik vraag toch wat? Hey Gerard, kom eens bij, let op, is Jan, Bart-Jan of Bart-Jan? Bart-Jan, wie is Bart-Jan? Gerard, wat doe je nou? Ik haat deze man. Wat? Waarom? Dan mag ik even wat... Ah, wat? Maar mag ik vragen? Ik wil graag antwoord op mijn vraag. Nou. Is Jan Bart-Jan of Bart-Jan? Ja. Hij kreeg 2 minuten, waar is hij nou? Wat heb je normaal? Hey! Dat is Bart-Jan. Ja, dat is Bart-Jan. Hey, Bart-Jan! Goedendag. Jij bent de superheld die we allemaal nodig hebben.
Wat? Nee, joh. What the fuck? Wat? Hey. Ik ben overal. Hey. Nou, crypto-valuta, hoe staat het ermee, Willem? Je bek, nou, tegen mij. Nee! Hey! Je shit me volledig, man. Dank je, Willem. Je gaf mij gewoon een cash op klap. Bart. Zo. Niet doen. Je hebt me gecounted, joh. Ik accepteer nu ook gewoon. Oké. Mijn lop. Nee, ik ben niet de cameraman. Nee, Willem. Stop eens, jongen. Ik ben Jan. Hey, joh. Probeer eens Willem van zijn motor af te trappen. Nee, Gerard. Let's go! Oh mijn god. Oh, moeder. Waarom heb jij... Wie heeft jou een wapen... Wie heeft gedacht... Dit is een verstandig idee om jou een wapen te geven. De Black Market. De Black Market. Als MWSF, hij bedient wapens ook, ja. De Black Market dacht... Het is een verstandig plan om jou, Bart-Jan, een wapen te geven. Ja, als MWSF dienst wapens. Moet je nog wat vertellen of wat? Ja, Jordi, ik wil eigenlijk jou verspreken. Ja, prima. Gaan we naar deze? Ja, maar ik wil nergens, zeg maar, in de auto wil ik het niet bespreken. Oké. En ook niet... Tank is trouwens wel bijna leeg. Ook niet als ze stilstaan. Dus zullen we maar even hier rechts parkeren? En dan gaan we even een stukje over het strand lopen. Zo staat hij prima geparkeerd. Oké, ik ben met Renzo geweest. Ja. Over een bepaald onderwerp. Er is mij wat aangeboden. Ja. Ja, ik moet niet te veel zeggen. Want ik weet niet hoeveel er natuurlijk meegeluisterd wordt. Mm-hmm. Want dan ben ik echt zwaar de lul natuurlijk. Ja. Maar er is mij van alles aangeboden. Dus ik ga nu nog niet zeggen wat het is. Want dan, stel, ik word nu meegeluisterd. Hè? Mm-hmm. Dan ben ik echt een heel groot lul. Maar er is mij iets aangeboden. En het is eigenlijk niet ten goede van ons. Maar ik ben blij dat het bij mij is gedaan. Want nu kan ik er controle over hebben. In plaats van dat het echt de foute kant op gaat, weet je. En het gaat over... het enige wat ik kan zeggen is informatie. Het gaat over informatie. Ik weet eigenlijk al precies waar het over gaat. Ja, ik weet niet hoe ik dat kan zeggen, maar... Wat denk jij? Willem heeft eerder een aanbod gehad voor geld. Mm-hmm. Om informatie uit de darkness te halen. Mm-hmm. En ik denk dat ze jou dat aanbod ook hebben gegeven. Oké. Nou, ik ga er even niks op zeggen nu. Ja, ik ben nu even aan het uitvogelen hoe en wat. Ik maak je geen zorgen dat ik iets ga doen. Dat ik jullie verraad of weet ik wat. Moet je echt geen zorgen over maken. Maar ja, ik wil kijken waar ik profijt uit kan halen. Waar het mogelijk is, weet je. Ja. Want profijt is overal te vinden. En zeker in situaties zoals dit. Maar ik ga niet te veel zeggen. Het gaat niet alleen over ons namelijk. Het gaat oprecht niet alleen over ons. En je kan best wel veel over uitgehaald worden qua misschien goederen. En zelfs vrijstelling voor dingen. Ik denk dat het ook een beetje gaat over mensen die bekend zijn. Een beetje onder de radar. Ja, dat exact. Ja. Maar ja... Dat dus. Ik blijf nu in contact. En binnenkort ga ik je echt, zeg maar heel snel binnenkort, wellicht morgen of zo, ga ik je al meer dingen vragen en informatie soort van geven. Maar ik moet ook nog even met Willem gaan zitten. Want Willem is ook bij betrokken. Ja, dat hadden wij ook al door. Wij hebben jullie, althans, ik heb natuurlijk jou gevolgd gisteren. Kan je zeggen dat als ze ooit een filmpje krijgen, dat als de elektriciteitscentrale in de stad wordt aangepakt, de hele stad opdraait. Ja. Dat er een overval zal plaatsvinden. Dat is wat jullie... Je wilt dat ik dat zeg, bewijs van? Ja. Oké, maar... Wij gaan een elektriciteitscentrale hacken en plat leggen. Ja. Ik wil dat jij die informatie doorgeeft aan de politie. Oké. Dat als dat gebeurt, dat dan die dag een overval zal plaatsvinden. En gaat dit om de overval waar ik denk dat het over gaat? Ja, dat gaat zeker over de overval die ik denk. Maar ik wil niet dat je zegt dat... Nee. Ik ga niet zeggen wat voor overval het is, hoor, maar ik weet overval. Wat je bedoelt. Oké, top. Dat is prima. Kan ik regelen. Maar er is ook nog meer wat ik allemaal moet regelen. Maar dat hoor je let. Ik ga daar binnenkort allemaal met je over praten. Oké, nee, prima. Meer ga ik nu ook niet zeggen. Dus, het komt in ieder geval goed. Ik ga sowieso niks verkloten voor ons. Dat weet ik zeker. Maar ik wil echt kijken wat ik hieruit kan halen. Want die kan best wel op zich wat goeds uitkomen. Ik ben benieuwd wat ze over mij hebben. Ik weet het ook niet. Dus Mees volgens mij, ja. Hey Mees! Hey! Nee! Fiets weg dan op het zand. Hier. Thanks voor de fiets, man. Zo! Wat is dit? Kijk dit dan. Wat ben jij aan het doen? Duidelijk. Oh! Oh mijn god. Perfect. Niet fokken met Willem. Oké, mooi geweest.